Oké, dan. Minister Carola Schouten heeft onlangs haar plannen bekendgemaakt voor de landbouwsector. En dinsdag was ze te gast bij Nieuwsuur. En die hadden een reportage gemaakt die ze graag even aan haar wilde laten zien. We zijn bij een boerin langs geweest. Zij heet Eline Verder. En laten we even kijken wat zij daarover zegt. Hallo. Hi. Arjan. Eline. Hoi. Hoeveel koeien hebben jullie eigenlijk hier op de boerderij? 80. Ja, en ik zag dat. En ik dacht, ik ken die boerin ergens van. Dus, kennen jullie haar ook? Of heb ik toevallig een keertje met de brommers staan kieken bij Bar Dancing Lord Nelson in Mechel? Dat kan hoor, dat kan. Oh nee, wacht, nee. Hart van Nederland. Dat was het, ja. En Eline Verder uit Ruinerwold weet er alles van. Oh. Eline, wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt met die droogte? Oké, maar dat is natuurlijk toeval. Ze hebben gewoon heel toevallig precies dezelfde boer gebeld, toch? De aanhoudende droogte wordt een rampzalige crisis voor Nederlandse boeren zoals Eline Verder. Weer diezelfde boer in. Is dit nou de enige boer die ze kunnen vinden die een beetje normaal uit de woorden kan komen? Eline Verder is boerin. Over de verkiezingsuitslag praat ik met melkveehouder Eline Verder uit Ruinerwold. En dat is precies nou zo'n koe. Vandaag zijn we in Ruinerwold bij Eline Verder. Vandaag hebben we in de studio Eline Verder. Ik wil even naar jou, Eline Verder. Je hebt een boerenbedrijf met 85 koeien. Heel veel boeren zijn vooral gewoon heel erg boos. Is er nog wel toekomst voor de melkveehouderij? Vraagt boerin Eline Verder zich af. Wij boeren met de familie Verder al minstens 200 jaar. Dit is de Peter R. de Vries van de agrarische sector. Dit is het. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat op zo'n redactie. We hebben een boerin nodig. Wat zijn onze opties? Eline Verder. Oké, en verder? Ja, dat is ook een goeie. Ja, dat is ook een goeie. Wat ik hier wel echt aan waardeer, is dat het een boer is die zo vaak op tv mag aanschuiven. Een gewone Nederlander, een gewone boer. En een keer niet een aandachtsgeile politicus. Hoi, ik ben Eline Verder. 38 jaar en ik woon in Ruinerwold. En ik wil graag in de gemeenteraad. Oké, ik snap hem. Oké, en over boerinnen met nevenfuncties gesproken, er is ophef over Yvonne Jaspers. De start van Boer Zoekt Vrouw gaat voor Yvonne Jaspers dit jaar gepaard met behoorlijk wat negatieve publiciteit. Ze heeft een deal met een veevoederbedrijf en er wordt nu onderzocht of er sprake is van belangenverstrengeling. Die mogelijke belangenverstrengeling wordt niet alleen onderzocht, er zijn zelfs kamervragen gesteld over Yvonne Jaspers. Kamervragen over Yvonne Jaspers. Dat is nou de laatste nieuwskop die ik dit jaar had verwacht. Samen met Joran van der Sloot, nieuwe politiebaas. En Schiermonnikoog blijkt gigantische bultrug. En hier is het 4-3 voor het team van Jan Jaap. Love you. Yvonne Jaspers is dus al een paar jaar werkzaam voor het veevoerbedrijf 4Farmers. En als je op hun YouTube-kanaal kijkt, dan zie je dat ook wel een beetje aan hun bedrijfsfilmpjes. Proud to be a farmer, ja? Dat gaat over jou. Want ik wil wel eens weten hoe jouw contact is met 4Farmers. Waarom heb je voor hen gekozen? De grootste veevoederleverancier van Europa. Waarom zou ze dit doen? Wat ik heel leuk vind aan 4Farmers is dat mensen zijn die enorm vooruit willen, super ambitieus zijn, maar niet de achterban willen verliezen. Ja, daarom zit jij hier, Yvonne. Dat is de reden. Jouw achterban. Nee, de reden dat ik hier zit, dat zijn de knuiten. Oh, jullie reden. Oh ja, oh. Oh, god, wat een grote schuur. Oh. En nu kun je zeggen, hey, laat die vrouw wat extra geld verdienen. Wat maakt het uit? Ik bedoel, ik sta zelf ook wel eens met mijn rollerskate trapeze clownsack voor een regionaal bankfiliaal in een provinciehoofdstad. Tuurlijk. Dat is een aanrader. Maar dat moet kunnen. Maar probeer dan wel een zekere mate van afstand te houden. Bijvoorbeeld als je een uitnodiging krijgt voor de opening van een nieuwe 4Farmers fabriek. Hierbij is de fabriek officieel geopend. Woehoe! Oké. Maar dan moet haar lobbywerk natuurlijk niet te erg lijken op de tv-programma's die ze maakt. De tafel is gedekt, de jus d'orange uitgeperst, de aardbeien geplukt, het brood gebakken. Kortom, een perfecte locatie voor een goed gesprek met twee belangrijke mannen van 4Farmers. Zelfs de boeren snappen niet helemaal dat Yvonne deze twee baantjes kan combineren. Maar waarom ben jij bij 4Farmers aan het werk? Schrik je van, hè? Denk het wel. Ja, denk het wel. En hoezo heb je geen brieven voor me mee? Of haal ik dan dingen door elkaar? Oh ja.
En Yvonne presenteert niet alleen Boerzoek Vrouw, maar ze maakt ook het programma Onze Boerderij. Dat draait om de boerentrots. Of zoals ze dat op de For Farmer website trotsopboeren.nl zeggen, proud to be a farmer. En wat gebeurde er toen KRO en NCRV dat programma Onze Boerderij van de buis wilden halen? Ik heb het bij de KRO zelf zo hard gespeeld door te zeggen, jongens, ik maak geen Boer Zoekt Vrouw meer als ik niet ook Onze Boerderij mag maken. Wacht even hoor. Wat speelt ze dat hard? Waar zei ze dit? Vertelt Jaspers tijdens de jaarlijkse boerenbijeenkomst van For Farmers. Mooie plek voor die primeur. Mooi. En ik moet zeggen, als je dit allemaal weet, dan ga je ook heel anders kijken naar Boer Zoekt Vrouw. Dan vallen er opeens allemaal dingen op. Ik ben onderweg naar onze volgende boer. Op weg naar een nieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw. Wat heb jij nou op je t-shirt staan? For Farmers Forever. Je voelt het ook. Hoe is het? For Farmers Forever. Nou, het staat je goed hier. Rudy! Naarmate ze ouder worden, hebben ze minder krachtvoer nodig. Niet te veel voeren, hè? Heel veel. Heel veel. Nee, minder. Ik geef niet minder. Minder. Nee hoor. Veel meer. Lobby. Ja, dan klimmen wij de Van Farmersberg. Op. Zo. Hé, 4 halen, 3 betalen bij Van Farmers. Dat is leuk. Ja, ja, dat is een... Dat zou een mooie combinatie zijn, ja. Even een knopje duwen. Ja. Ik heb het nu niet over je bedrijf. Nee. Ik heb het over For Farmers. Lekker zit het voor. Ook lekker voor kippen. Ja. Ik ben Arjen Lubach, bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor Fries suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.